Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. John en Misha, welkom bij Uurtje Factuurtje. Onwijs leuk dat jullie allebei zijn aangeschoven. Allereerst wil ik even vragen of jullie je willen introduceren. John, om te beginnen met jou. Ja, superleuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. John Reinders, binnen de Visma Groep verantwoordelijk voor de Benelux. Een van de markten waar we vol gas aan het geven zijn sinds een paar jaar. Ik ben zoon van een ondernemer, dus ondernemersbloed zit erin. Ik ben een geek, soms in disguise, hou enorm van technologie en wat dat betekent. Maar het allermooiste vind ik eigenlijk om organisaties en teams te laten bloeien en nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken. En dat mag ik elke dag doen. Superleuk. Leuk, zit je op de goede plek in ieder geval. Absoluut. En jij, Misha? Ja, mijn naam is Misha Smit. Ik ben managing director bij DiziData, onderdeel van de Visma Groep. Oh, sorry. En achtergrond is marketing. Dus ik zit nu zo'n 11 jaar bij de Yuki Groep. Visma of DiziData is onderdeel van de Yuki Groep. En ja, doe dat met alle liefde. Dus een team van 15 man naar 230 zien groeien is onwijs gaaf. Met klap of de vuurpijl. Yeah. De overname door Visma. Yeah. Dus, je hebt je niet hoeven te vervelen de afgelopen jaren. Ik heb me helemaal niet hoeven te vervelen. Zeker weten. Leuk. En Willem-Jan, jij voor het eerst aan tafel als co-host. Wil jij je ook nog even introduceren? Zeker. Mijn naam is Willem-Jan van der Eijk. Werkt bijna 5 jaar bij Arcus. Van de laatste 3,5 jaar in de accountancybranche. En heel veel gesprekken met accountants kwam jullie naam telkens boven de tafel. Vandaar dat we jullie uitgenodigd hebben vandaag. Nou, dat is goed nieuws dat die naam naar voren kwam. Ja, dat hoop je dan maar. Niet onopgemerkt gebleven. Nee, dat sowieso niet. Nou, wat we natuurlijk horen zijn veel de geluiden dat Visma een grote overnamemachine is geworden. John, kun je wat vertellen waar jullie eigenlijk achter de schermen mee bezig zijn? Ja, achter de schermen niet zoveel, want we zijn enorm transparant. Dus wat mensen weten, daar zijn we mee bezig. Maar als je kijkt naar Visma, waar we mee bezig zijn, van oorsprong zijn we een Noors bedrijf. Daar is waar de roots liggen. En in de decennia dat Visma nu bestaat, zijn we eigenlijk uitgegroeid tot een van de grootste tech scale-ups in Europa. Intussen met meer dan 14.000 mensen in de Visma groep. En een paar jaar geleden is het besluit genomen om de leidende positie die we hebben in Scandinavië te gaan uitbreiden naar de Benelux. Een markt die qua cultuur heel veel overeenkomsten kent met Scandinavië. Dus waar het zaken doen op een manier gebeurt die ze kennen in de Nordics. En waar gewoon een hele interessante markt lag. Dus in 2018 is er gas gegeven. Gezegd, Benelux is onze meest strategische groeimarkt. Ja, en als Visma zegt, we gaan ergens vol voor, dan gaan ze ook ergens vol voor. Dat blijkt. Ja. We zijn in die tijd gegroeid van een... Van een organisatie die toen bestond uit één bedrijf met 200 man en zo'n 20 miljoen omzet. Naar intussen een speler die ertoe doet. We zijn voor de Benelux met bijna 4000 mensen intussen. 30 van de meest fantastische bedrijven in de techsector hebben zich aangesloten bij de Visma-familie. En we gaan ruim over de 400 miljoen omzet. En daarbinnen hebben we hele specifieke aandachtspunten. En de accountancy is toch waar Visma vandaan komt. Ja. En dat is het ankerpunt. En daar zijn we ook heel trots met het portfolio wat we daar hebben weten te ontwikkelen. Leuk. Hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan in de Nordics? Visma is van origine ontstaan de fusie uit drie bedrijven. Het bijeenkomen van drie bedrijven die zagen, samen zijn we sterker. En toen de filosofie van de oprichter en CEO Eustein Moon was van, we zitten in een segment waar we ons richten op complexe bedrijfskritische software, die echt gekoppeld is aan lokale wet en regelgeving. Dus we zoeken heel erg die lokale complexiteit op, om een hele duidelijke positionering in portfolio te kiezen ten opzichte van global tech players, die horizontaal, die niet die marktkennis met zich meebrengen. Dus daar is het begonnen. Ja. Leuk. Meer dan 30 jaar geleden. En een beetje uit de hand gelopen. Positieve zin, inderdaad. Ja. Nou, en Misha, een van de geweldige bedrijven die onderdeel zijn geworden van de Visma-familie, zoals John dat mooi zei, is DiziData. Ja. Wat is er voor jullie veranderd sinds die overname of deelname aan de familie? Nou, gelukkig eigenlijk niet zoveel. We mogen doen wat we aan het doen waren. Groeien, steeds harder groeien en blijven doorontwikkelen. En dat is denk ik ook een van de redenen geweest. Yuki zat nooit in de markt om de Yuki groep zeg maar te verkopen. We gingen hartstikke goed.
Alleen je ziet die markt enorm veranderen en er komen een paar hele grote spelers op. En ja, dan moet je je krachten bundelen. Ja. Dat zagen wij eigenlijk ook wel gebeuren. En Visma was voor ons de meest geschikt, omdat het verkopen van het bedrijf is enerzijds hartstikke mooi en een mooi compliment. Maar anderzijds heb je al 15 jaar lang keihard gewerkt met een fantastisch team. En die achterlaten bij een bedrijf die dat hele bedrijf opslokt en denkt zo en weer verder en de naam verdwijnt. Dat is eigenlijk hier helemaal niet aan de orde. Ze laten ons gewoon doen wat we willen. En ondersteunen ons eigenlijk met allerlei tech-hubs, marketing-hubs. Hè. Het is eigenlijk een soort shared service center, noem ik het maar eventjes, vanuit de Nordics. Die ons gewoon coachen om te faciliteren nog harder te groeien eigenlijk. Nou, dat is mooi als je het hebt over een overname. Daar droomt iedereen natuurlijk van op die manier. Zeker. En John, in ons voorgesprek vertelde jij dat jullie bezig zijn om de status quo in de markt te veranderen. Dat is een grote uitspraak natuurlijk. Maar wat is die status quo volgens jullie dan eigenlijk? Ja, er is eigenlijk als je een stap terugneemt en kijkt wat er in het technologielandschap in de laatste decennia gebeurd is, is er een hele gekke paradox ontstaan. En die paradox die heeft echt wel negatieve consequenties voor klanten, voor gebruikers van technologie. Als ik hem plat sla, dan waren er totdat wij op de markt kwamen hier twee keuzes voor organisaties ten aanzien van techstrategie. De eerste keuze was, we gaan voor een zogenaamde all-in-one suite. Eén softwareleverancier die alles levert, waarbij je op voorhand weet dat de individuele deelprocessen die ze bedienen nooit 100% zullen aansluiten, maar de technologie is min of meer geïntegreerd, dus dat is ook wat waard. Ja. Dat is keuze 1. Het alternatief daarvoor was een zogenaamde best of breed. Dus je gaat voor elke specifieke deeloplossing de beste in de markt zoeken, die het beste bij jou past, waarmee je zelf het meeste meerwaarde kan bieden voor je klanten. Het nadeel daarvan is dat je de complexiteit van een system integrator op je haalt. Want je moet uiteindelijk wel al die processen aan elkaar koppelen. Ja. Ja. Dat is de paradox die ontstaan is. En eigenlijk getriggerd door een klant in de accountiesector waar we mee in gesprek waren, die zeiden, we zien die overnames hier, maar wat is de meerwaarde voor ons? Ja, is die filosofie ontstaan van de connected experience, waarin we eigenlijk dat best of breed portfolio, want als je kijkt naar de sterren die in de Visma-familie zitten, de Yuki's, de Numbers, de Vision Planners, de Desiderata's van deze wereld. Ja, dan kan ik met recht zeggen, en ik ben een beetje bevooroordeeld, maar dat mag. Dat zijn toch de innovatieve spelers in de markt. Die zitten in de familie. Door daar een connected experience visie onder te leggen, creëren we het beste van de twee werelden. De beste oplossingen met keuzevrijheid voor de klanten, maar op een geïntegreerde manier. Zonder dat we daar, zoals Michel net ook al zei, afbreuk doen aan het innovatieve vermogen, de spirit, de drive, het ondernemerschap wat in al die bedrijven zit. En wat betekent dat nou in de praktijk? Dus als ik als accountant zeg van nou, ik ga hiervoor, wat is het grote verschil ten opzichte van mijn huidige all-in-one oplossing of misschien mijn huidige best of breed aan elkaar gekoppelde systeem? Wat is in de praktijk nou het verschil als ik zou kiezen voor deze connected experience? Nou, het grote verschil, het begint met het behoud van keuzevrijheid. Het niet kiezen voor een suite betekent per definitie dat je keuzevrijheid houdt. Dus oplossingen die echt bij je passen. Het liefst hebben wij natuurlijk dat accounts kiezen voor oplossingen uit de Visma-familie. Ja. Maar dat is geen gedwongen winkelnering. Als je instapt op de visie van de Visma Connected Experience for Accountants, hou je ook die keuzevrijheid voor deeloplossingen daarbuiten. Wij blijven een open ecosysteem. Daar geloven we in. Wij geloven niet in heel gesloten worden en je niet meer openstellen. Tech beweegt niet zo. De hele economie beweegt niet zo. Alles is interconnected. Dus vanuit onze open API-strategie zullen wij ook verbonden blijven met third parties. Dus die keuzevrijheid is een hele belangrijke consequentie. Het andere is, als je instapt op die visie, dat je het beste krijgt wat bij je past qua oplossingen. Maar dat die wel geïntegreerd met elkaar zijn, die oplossingen. Ja. Je houdt de spelers in de markt die
echt weten waar ze het over hebben. Als je het over boekhouding hebt, als je het over jaarrekeningen hebt, als je het over fiscaal hebt, als je het over scan en herken hebt, dashboarding. Daar zitten allemaal de specialisten van in de markt. Dus echt die domeinexperts. Met daartussen die seamless integratie. En dat is wel een hele unieke propositie. Ja, dus al die producten die integreren ook goed met elkaar, zodat je één werkend platform als het ware krijgt. Ja, precies. Okay. En dan vragen ze ook wel, wat is dat dan voor soort integratie? Ja. Want wij kiezen er dus bewust niet voor om klanten te forceren allemaal naar bijvoorbeeld hetzelfde boekhoudpakket te gaan. Andere partijen waar fusies of overnames plaatsvinden, daar ligt de strategie achter. We hebben één targetplatform, we nemen een nieuwe partij over, dat is meer het kopen van marktaandeel. En dan forceren we klanten, ga naar ons favoriete pakket. Dat doen wij niet, dus wij houden die keuzevrijheid. En de integratie zit op verschillende lagen. Het start met eigenlijk gewoon de rijke portfolio aan koppelingen die er al zijn tussen de bedrijven. Omdat het zulke moderne technologie is, hebben bijna alle oplossingen echt een van de meest geavanceerde en moderne APIs. En APIs is het technologische fundament voor het kunnen koppelen van technologie. Dus daar begint het mee. Dan willen we het de gebruiker eenvoudig maken. Door seamless eigenlijk tussen technologie te kunnen switchen. Te beginnen met single sign-on. Zodat de gebruiker maar één keer moet inloggen. Ook al kan die meerdere applicaties uit de Visma-familie gebruiken. Ja. Het volgende niveau voor de gebruiker wat in die Connected Experience zit in het switchen tussen applicaties. Waarbij we een in-context switching gaan doen. Om daar een voorbeeld, wat betekent dat? Ingewikkelde klinkt term. Wel, klinkt heel mooi. Ik zag je kijken. Als jij in een boekhoudpakket in administratie van klant A zit. En jij ziet in je takenmenu, er staat een taak te wachten in een ander pakket. En je zegt, die taak wil ik gaan doen. Dan ga je naar de andere applicatie, maar kom je meteen in diezelfde administratie terecht. Niet inloggen, klant weer opzoeken, naar die administratie toe. In context switching tussen applicaties. Kijk. Dus als ik het kan samenvatten, is het eigenlijk dat je alsnog een best of breed keuzemogelijkheid hebt. Alleen jullie zorgen voor dermate een graad van integratie, dat het de illusie misschien wekt dat je alweer bijna op een all-in-one zit vanuit een best-of-breed gedachte. Connected best-of-breed, inderdaad. Precies. Nou, daar zit je precies tussen de twee verschillen natuurlijk waar je net over had met de paradox of eigenlijk de status quo. En Micha, wat betekent dat voor jullie bij Dizzy Data? Nou, in principe, wij leven bij de Connected Experience. Ik bedoel, Dizzy Data leeft bij het feit dat wij connecten met alle boekhoudpakketten om ons heen. Ja. Dus eigenlijk was het voor ons al een soort van gesneden koek. Want wij moesten integreren. Jullie hadden het eigenlijk al bedacht. In principe is het voor ons, wij leven bij de data en het uitwisselen van data tussen alle boekhoudpakketten. Ja. Dus voor ons was het eigenlijk al onderdeel van ons DNA. Ja. Ja. En voor gebruikers van die op dit moment Dizzy Data gebruiken, wat verandert er voor hen? Of eigenlijk dan ook niet zo heel erg veel als je puur alleen naar die functionaliteit kijkt? Nou, ik denk dat er wel het een en ander gaat veranderen. Er komen wel wat mooie dingen aan. Misschien dat we het er zo nog wel even over hebben. Ja, heel graag. Kijk, voor onze klanten, ik denk dat het ook aansluit, zeker wat John aangeeft, is dat je niet verplichte winkelnering nodig hebt. Wij zeggen, het maakt ons eigenlijk niet meer uit zometeen in welk boekhoudpakket jij als kantoor werkt, sluit het aan en die datastromen komen centraal bij ons binnen. We verwerken het via het platform en het komt automatisch weer in het gekoppelde boekhoudpakket terecht. Ja. Dus in principe, dat is eigenlijk de filosofie die wij hanteren. Is, joh, het maakt zometeen niet meer uit met welke oplossing qua boekhoudpakket je werkt als kantoor. Wij zorgen wel dat die datastromen centraal verwerkt worden. Ja. En het is een stuk bijna bewijsvoering voor die open filosofie waar ik het eerder over had. Kijk, een besluit wat we hadden kunnen nemen na de overname van Yuki is, dat juweeltje Dizzy Data, gaan we inperken qua openheid. Dat willen we alleen ontsluiten als klanten kiezen, ik zeg maar wat, voor Yuki of zo. Ja, dat past niet bij onze filosofie van openheid. Naast dat het strategisch gewoon een hele domme zet zou zijn. maar het past weer bij die openheid waar we het over hebben. Open ecosystemen, dat is waar de wereld naartoe beweegt. Ja. En je kan je niet. Jullie hebben een soort platform gecreëerd waar de verschillende onderdelen van Visma op kunnen aanklikken, laat ik het zo noemen. Waarbij je toch een user experience krijgt, dat je niet het idee hebt van ik moet van de ene applicatie naar de andere inloggen.
Nou, maar daar zit de kracht van Visma, denk ik dan. Ja, en we werken heel hard met alle bedrijven om tussen de Visma-oplossing echt wel unieke use cases te bouwen. Dat uiteindelijk is er keuzevrijheid, maar we willen dat klanten zien. Ja, de meerwaarde van de oplossing in dat portfolio bij Visma is zo evident. Daar gaan we natuurlijk een stapje extra in zetten. Ja. Maar als ik dus nu een applicatielandschap heb wat helemaal bestaat uit niet-Visma-producten, hoewel dat steeds lastiger wordt waarschijnlijk om te hebben, dan kan ik er alsnog gebruik van maken. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, een grappig voorbeeld wat ook weer echt uit een klantvraag kwam. We waren met een aantal strategische sessies met grote kantoren in gesprek. En we hadden het over onze visie, waar we naartoe bewogen en zeiden... We hebben één groot probleem, wat geen enkele techspeler in de accountiemarkt weet op te lossen. En dat is de uitwisseling van CRM-data. Dat is een soort brondata die door heel veel van de systemen heen moet. Ja. En dat moet overal opnieuw ingeklopt worden, heel foutgevoelig. En dat is ook één van de dingen die we nu naar de markt brengen, de CRM-hub. En de CRM-hub koppelt met meer dan 20 CRM-systemen in de markt. Dus niet alleen de Visma CRM-systemen die we hebben met een radar. Maar veel breder, met alle CRM-systemen in de markt. Dus heb je die andere, je kan die CRM-hub van Visma al inzetten om dat probleem binnen je kantoor op te lassen van die uitwisseling van die klantdata. Ja, zodat die data vanuit het systeem wat je nu gebruikt via de hub naar de andere systemen gepusht wordt. Ja. En dat maken we extra aantrekkelijk voor de Visma klanten. Dus die oplossing, die krijg je er gewoon bij als je op de Visma stack zit. Dat is gewoon part of the deal. Ja. Wil je die meerwaarde, die unieke oplossing in een niet-Visma omgeving, dan moet je hem separaat aannemen. Het klinkt natuurlijk allemaal helemaal goed en fantastisch. Zitten er ook nog nadelen aan? Of zijn er ook dingen waarvan je zegt, daar zijn we nog niet helemaal compleet, of dat zijn we nog mee in ontwikkeling? Als je in een tech-wereld zit en zegt, we zijn klaar, dan weet je dat je over een paar jaar out of business bent. Dus wij zijn nooit klaar. Als je kijkt naar onze innovatiekalender, die staat knalvol. Ja. En daar zitten echt hele spannende, innovatieve dingen bij. We hebben bijvoorbeeld recent aangekondigd uit de Yuki-groep. Yuki, de eerste speler in Europa die met blockchain-technologie gaat helpen om factuurherkenning veiliger naar het next level te brengen. Dat is echt een innovatie waarvan je denkt, wow, wat gaat hier gebeuren? Ja. Dus wij zijn nog lang niet klaar. Maar je vroeg naar nadelen. Ja, of een situatie dat als een accountant die nu luistert, dat die denkt van, als ik in die situatie zit, dan moet ik of ergens heel erg rekening mee houden, of kan ik het nog beter even niet doen? Nou ja, ik denk een nadeel, Johan Cruijff, elk nadeel heeft zijn voordeel. We hebben het over keuzevrijheid. Dat zou je als een nadeel kunnen zien. Zou kunnen, ja. Als alles kan, moet je zelf keuzes maken. Mm-hmm. En met het landschap wat beschikbaar is dat soms best lastig. Mm-hmm. Dus dat wordt soms als een nadeel gezien. Terwijl, het is natuurlijk een groot voordeel. Als ik het vanuit Visma bekijk, een nadeel. Ja, je zou kunnen zeggen, John, doe je dit nou wel slim? Want de mate van lock-in die je creëert met deze strategie is zeer beperkt. Ja. Maar dat nadeel nemen we graag op de kook toe. Want we geloven in de strategie dat dit... Ja, die transparantie. Die transparantie, openheid. En een ander nadeel ten opzichte van andere strategieën ten aanzien van organisatorische integratie is, we laten een stuk kostensynergie liggen. Er zijn ook spelers die kopen een partij en die gaan die hele organisatie integreren. Micha zei net al heel bewust, als organisatie is er eigenlijk weinig veranderd. Naast de nieuwe kansen die ons aangeboden worden. Wij laten bewust die kostensynergieën liggen door de back-office te standaardiseren, door dubbele functies eruit te snijden. Omdat we zien, als je dat doet, haal je de innovatie eruit. Dood je de cultuur, de kracht van de DNA. Dus dat zou je ook als een nadeel kunnen zien. Je bedoelt dat je dus in plaats van dat je een all-in-one prijs betaalt waar aan de achterkant alles efficiënt is ingericht, dat je alsnog blijft betalen voor alle losse onderdelen binnen de experience. Ja, wat ik bedoel is, en dat is puur vanuit een... Als je kijkt naar de stakeholders,
denken, wij het altijd over waardecreatie. En als we het over stakeholders hebben, hebben we het over medewerkers, hebben we het over klanten en hebben we het over aandeelhouders. Ja. Voor medewerkers is waardecreatie evident. Je zit opeens in, wat Micha eigenlijk binnen de Yuki-groep al heeft meegemaakt, allerlei nieuwe kansen. Ja. Ja, je zit nu in een familie met allerlei verschillende ondernemingen, andere mogelijkheden. Voor klanten, hebben we het net over gedacht, denk die waardecreatie is ook evident. We laten mogelijk voor aandeelhouders een kans voor waardecreatie liggen door hard in de kosten te gaan snijden, door dingen eruit te halen. Maar wij geloven dat groei, daar had Micha het ook over, dat is waar we in geloven. Dus ja. Blijven innoveren, blijven investeren. En, dat is de enige weg vooruit. Ja. Ik denk dat het een mooi voorbeeld. Kijk, uiteindelijk kan je kijken naar marketing tools die je intern gebruikt als bedrijf. Ja, Visma kan dat wel opdringen. Ja. Alleen die doen dat niet op die manier. Die zeggen eigenlijk van joh, binnen onze organisatie hebben wij deze platformen die worden gebruikt. Omdat we zoveel bedrijven hebben. Kies er één als je er mee wil gaan werken. Of ontdek, ga samen met de bedrijven praten die het al gebruiken. Maar als je je huidige systeem wil gebruiken, joh, ga lekker door waar je bezig bent. Ja. En dat is wat John ook aangeeft, die kosten. Ja, dat kan veel efficiënter wellicht. Maar aan de andere kant groeien samen toch wel naar de meest optimale platformen die je als interne processen wil gaan gebruiken. Ja, precies. Als je het hebt over volledig connected, dan komen we natuurlijk ook altijd op het punt van informatiebeveiliging. Want hoe meer alles verbonden is met elkaar, hoe meer open het allemaal is, hoe groter het risico daar. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, we hebben, en ik kom uit een andere grote tech-speler. Ik heb hiervoor bij Microsoft 15 jaar gezeten. Dus ik had een redelijke benchmark op het gebied van security. Zeker in de laatste 10 jaar daar. Het was voor mij, toen ik bij Visma begon in 2019, een van de meest verborgen juwelen in de familie. Visma investeert al meer dan 10 jaar enorm diep in de cybersecurity capabilities. We hebben een heel groot, uitgebreid en een van de meest geavanceerde cybersecurity operations centers draaien. Gedistribueerd door heel Europa. En we zien dat ook super omarmd worden door alle ondernemers die zich aansluiten. Zelfs een club als Yuki, die toch een behoorlijke schaal heeft, meer dan 200 medewerkers, zien op dit niveau je security kunnen inregelen, dat lukt bijna niet op de schaal waarop zij opereren. Kun je dat ook concreet maken? Dan luisteren ook best veel IT-managers altijd. Ja, dus die zijn zeker wel benieuwd. Die denken, dat klinkt allemaal goed, joh. Ja. Maar ik wil even weten waarom. Ja, we hebben dus moderne cloud-technologie in de bedrijven. Op het moment dat die binnenkomen bij Visma, hangen we die in het Visma Security programma. Dus de technologie komt in dat framework te hangen. En op het moment dat je in dat framework hangt, gaat het hele machine gaat aan. Wat gebeurt er dan? Je technologie wordt 24 uur per dag met live code scanning bekeken van, klopt er, zitten er bugs in die gefixt worden? Gewoon met machine learning erachter. Er gaat een heel leger van white collar hackers los op de technologie. We hebben uitgebreide bug bounty programma's lopen in de markt, waar dus hackers losgaan op Visma technologie om er een ingang in te vinden. Dat wordt aangezet. We zijn 24 uur per dag actief aanwezig op het dark web om te kijken wat er gebeurt met de identity informatie van de klanten, van onze klanten. Dus wij kunnen zien als er iets gebeurt, bijvoorbeeld informatie van een accountsbureau, de klanten daarvan zijn gestolen, staan in de dark web. Daar zitten we ook op. Nou, dat zijn een aantal praktische voorbeelden waar het staat. En we enablen daar ook niet alleen de techies mee, maar ook het management mee. Met hele goed te begrijpen, duidelijke management informatie. Waar je ziet, hoe ontwikkelt het? Zit ik op het juiste niveau? Platinum, gold, zilver, afhankelijk van type en hoeveelheid data. Ja. Hoe ontwikkelt de trend zich? Kunnen ze elk moment van de dag zien. Mooi. Nou, dat klinkt goed. Super volgens gaaf. Mij. Ja. Klinkt goed, Je hoort de nerd in me een beetje losgaan. Ja, dat is wel heel erg te stralen. Heel erg mooi. En nou hebben we dus begrepen dat Visma ook nog eens naar de beurs gaat. Wat gaat dat betekenen? Er is inderdaad gedeeld dat we voornemens zijn om naar de beurs te gaan. Maar ik denk dat iedereen weet, je bent pas op de beurs als er op de gong geslagen is. Ik denk eerlijk gezegd dat er
niet zoveel gaat veranderen. Sterker nog, de reden om naar de beurs te gaan is door te kunnen gaan met wat we doen. En wat we doen is dat vliegwiel van waardecreatie aanzetten voor alle stakeholders waar ik het eerder over had. En met daarmee de nieuwe investeringsstromen die dan beschikbaar komen, innovatie te kunnen blijven versnellen, de juiste bedrijven aan ons te kunnen blijven binden en dat portfolio blijvend verbreden en op de forefront van innovatie blijven lopen. Dus ik verwacht daar weinig van. We werken al behoorlijk gedisciplineerd intern. Mm-hmm. Dus ik verwacht daar relatief weinig van. Het moeilijkste misschien nog wel, maar daar gaat een klant weinig van merken. Ik begon er al mee, we zijn enorm transparant. En als je aan de beurs genoteerd bent, dat zal meer intern zijn. Ja, wij zijn gewoon gewend om heel open met elkaar te communiceren over de plannen, wat gaat er goed. Sommige dingen mag je dan niet meer intern communiceren. Er zitten wat restricties aan de beursgang. Dus dat is meer, wij moeten daar intern dan meer mee, want we zijn ook transparant onder elkaar. Dat zal iets waar we moeten zijn, waar we even aan moeten wennen, denk ik. Ja. Maar nogmaals, er is niks concreets tot het moment dat het daar is. Nee. Precies. Oké, we zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering. En dan willen we natuurlijk altijd nog even weten wat er verder op de planning staat. Want dat klinkt natuurlijk allemaal goed, hè? Innovatie, maar dat kan heel veel. Misha, wat staat er voor jou op de planning? Waar zijn jullie mee bezig? Waar gaan jullie naartoe? Wij zijn met een hele nieuwe portal bezig. En dat is iets heel gaafs. Ik kan er nog niet heel veel over vertellen, maar het is uiteindelijk... Jawel, het is heel gaaf. Daar kan je eigenlijk alles in meten van minuut per transactie. Hoe lang ben je bezig als kantoor? Welk pakket automatiseert het meeste voor? Hè? Dus wij koppelen met alle boekhoudpakketten. Mm-hmm. Maar wij willen eigenlijk van document tot boekhouding... willen wij precies aan een kantoor kunnen laten zien... van hoe lang ben je daar nou mee bezig? Neemt de efficiëntie toe? Je ziet, wij zitten in een enorm verzadigde markt. Scannen. Je hebt toch wel onder een steen gelegen als je dat echt nog niet gebruikt. Dat is echt al heel lang actief. Ja. Er zijn heel veel spelers. Dus wij moeten innoveren. En er komt gewoon wel, ik denk halverwege dit jaar, een portal aan... waar je eigenlijk alles kan zien van hoe lang een document erover doet... voordat hij de boekhouding ingaat. De automatisering, communicatie over alle boekhoudpakketten heen. Dat is echt. We kijken daarmee heel erg goed naar onze collega's van Yuki. Dat wordt iets unieks in de markt. Want dit is eigenlijk ook iets wat... je hebt alle scannende campakketten om ons heen. Je ziet dat al die kantoren eigenlijk worstelen. Werk ik er nou slimmer mee? Gaat mijn automatiseringsgraad omhoog? Welke vestiging gaat goed? Welke vestiging gaat minder? Zeker als je 5, 6 vestigingen hebt. Ja, die inzichten, die missen vaak. En dan zie je, dan vertrekken ze naar Power BI... en dan proberen ze alle scannende oplossingen leeg te trekken. En dan gaan ze in Power BI gaan kantoren kijken... of ze daar een stukje dashboarding kunnen maken. Ja, wij gaan zorgen dat het gewoon... zonder heel veel moeite aan dashboarding gewoon in een platform zelf te zien is. Gaaf. Wanneer verwacht je dat? Ja. Wat ik al zeg, wij mikken erop rond de zomer dat we wel een eerste variant hebben voor een paar van onze zeer gewaardeerde kantoren. Nou, mooie scoop voor de podcast, Michel. Ja, leuk. Ja, zeker weten. Dus we komen nog een keer terug. Ja, precies. Dan moet je dan maar over komen vertellen. En wij ook wel. Dus, maar heel gaaf. Leuk. Superleuk. Ja. En om af te sluiten, John van Visma. Heel veel plannen. De innovatiekalender staat vol. Vertelde je al. Wat zijn de belangrijkste dingen die we moeten weten wat er gaat gebeuren? Ja, wij hebben ingezet op die strategie van de Connect Experience. Om die paradox te doorbreken waar ik over sprak. We zien ook, er is echt behoefte in de markt. Aan een alternatief in een markt die toch jarenlang door een beperkt aantal spelers bepaald is. En het is gewoon superleuk om die challenger in die markt te zijn. Ja, dat is het ook. En dat alternatief te bieden. En jullie hebben al zo'n mooie scoop van Misha gehad. Ja. Wat er nog voor gave dingen aankomen, laten we dan voor de volgende. Oké, dan krijgen wij de volgende keer van jou. Zeker. Ja, top. Helemaal goed. Ja. Super bedankt voor jullie komst en voor alle uitleg. En als jullie scoops blijven geven, dan wellicht tot de volgende keer. Ja, leuk, dankjewel. Dankjewel. Dit was de 21ste aflevering van Uurtje Factuurtje. Voor de volgende aflevering schrijft Joost Eckelboom van Caseware aan om met ons te praten over de ontwikkelingen binnen Caseware. Tot dan!